We hebben nu de snelheid gedefinieerd als een vector. Maar op basis van die vector kunnen we ook soorten bewegingen gaan definiëren. Want die vector bijvoorbeeld, die kan constant blijven. Altijd dezelfde snelheid, altijd dezelfde richting, altijd dezelfde zin. Bijvoorbeeld als jij op een lange rechte weg aan een constante snelheid rijdt, dan is die snelheidsvector altijd constant. Maar die snelheidsvector kan ook veranderen. En die snelheidsvector kan op verschillende manieren veranderen. Je kan enkel in grootte veranderen, als je versnelt of vertraagt. Maar die kan ook veranderen in zin bijvoorbeeld. Stel nu dat je aan een kruispunt naar links of naar rechts afslaat, dan kan de zin anders zijn. Ik ga eerst een paar voorbeeldjes overlopen. Bijvoorbeeld bij een reuzenrad. Een reuzenrad draait rustig rond aan een constante snelheid. Dus de grootte van de snelheid die verandert daar niet. Maar de richting die verandert wel. Bijvoorbeeld als ik de snelheidsvector teken hier helemaal op het rechter karretje, dan is die snelheid naar links naar boven gericht. Als ik de snelheidsvector teken op het linker karretje, dan zie je dat die al meer links naar beneden gericht is. Merk op, als ik hier de snelheidsvectoren teken, dat ik die even lang teken, want de grootte is constant. De zin van de snelheidsvector zou je hier kunnen denken, die blijft constant, want het is naar links. Maar als die verandert. Hier bovenaan inderdaad is de snelheidsvector naar links, maar onderaan zullen die karretjes naar rechts bewegen. Dus de zin van de vector zal ook veranderen. Een tweede voorbeeldje, bij de roltrap. De grootte van je snelheid is constant. De richting die blijft ook constant, op dezelfde rechte lijn, en de zin is ook constant. Bijvoorbeeld naar boven of naar beneden. En bij een kermisattractie daarentegen, zeker bij de theekopjes, is het natuurlijk de bedoeling dat je alle richtingen uitgeslingerd wordt. Dus de grootte van de snelheid die zal daarom veranderen, en de richting zal veranderen, en de zin zal ook veranderen. En als laatste voorbeeldje, een luchtbel bijvoorbeeld in een buis. Bijvoorbeeld bij een waterpas. Als die buis op een constante hoogte houdt, dan zul je zien dat de snelheid van die luchtbel constant blijft. Ja, de richting is ook constant natuurlijk, want die buis dat is een rechte buis, die verandert niet van vorm. Dus de richting is constant. En de zin is ook constant, want die luchtbel zal altijd naar boven bewegen. Dus je ziet al uit deze vier voorbeeldjes dat je verschillende vormen van beweging zult hebben. En welke vormen van beweging hebben we nu allemaal? Wij gaan ons beperken tot een aantal groepen. Er zijn drie grote groepen. Er zijn in werkelijkheid nog veel meer, maar in deze cursus gaan we drie groepen onderscheiden. Ten eerste de eenparig rechtlijnige beweging. We gaan dat afkorten met ERB, dus eenparig rechtlijnige beweging. Dat betekent dat de vector constant is. Dus de vector V is constant. En daarmee bedoel ik dat de grootte constant blijft, de richting blijft constant en de zin blijft constant. Als er één van de drie kenmerken verandert, dan gaan we geen eenparig rechtlijnige beweging meer hebben. Maar dan kunnen we bijvoorbeeld wel een eenparig cirkelvormige beweging hebben. Met eenparig bedoelen we dat de snelheid constant is. De snelheid blijft even groot. Maar de beweging zal hier in een cirkelvorm zijn. Afgekort ECB. En als derde hebben we een veranderlijke, rechtlijnige beweging. Dus de snelheid verandert, maar het voorwerp beweegt nog altijd wel op een rechte lijn. In werkelijkheid zou het ook kunnen zijn dat een voorwerp niet meer op een rechte lijn beweegt, maar dat gaan we niet beschouwen in deze cursus. En bij veranderlijke bewegingen, of veranderlijke rechtlijnige bewegingen, hebben we twee opties. Of je versnelt, de snelheid wordt groter, of je vertraagt, de snelheid wordt altijd kleiner. Als we hier de vier voorbeeldjes nog een keer bekijken, dan hebben we in het eerste voorbeeldje een snelheid die constant is en een voorwerp dat in een cirkel beweegt. Dus dit zal een eenparig cirkelvormige beweging zijn. In het tweede voorbeeldje blijft alles constant, de grootte, de richting en de zin. Dit is een eenparig, want de snelheid is constant, rechtlijnige beweging. Het derde voorbeeldje, dat is een volledig veranderlijke beweging, want alles verandert. En het laatste voorbeeldje,
Daarbij is alles constant. Dit is ook weer een eenparig, want de grootte van de snelheid is constant. Op een rechte lijn, rechtlijnige beweging. We gaan nu eerst gaan kijken wanneer we nu te maken hebben met een eenparig rechtlijnige beweging, of afgekort ERB. Dus een eenparig rechtlijnige beweging. Eenparig betekent een constante grootte van de snelheid en rechtlijnig op een rechte lijn. Dus dat betekent de vector is altijd dezelfde. Dus de vector, de snelheidsvector, is constant. Een paar voorbeeldjes. Dus een persoon op een roltrap. We gaan even gaan kijken. Beweegt dat op een rechte baan? Ja, natuurlijk ja. Is dat een constante snelheid? Ja. Dus als het en op een rechte baan beweegt en een constante snelheid geeft, dan betekent dat we te maken hebben met een ERB. Een 100 meter loper beweegt ook op een rechte baan. Maar zijn snelheid die is niet constant, want die start vanuit stilstand en die bereikt dan na een tijd zijn maximale snelheid. Dit is geen ERB. Een slee die van een helling glijdt, ja, die beweegt op een rechte baan. Maar ook zijn snelheid is niet constant, want hoe lager de slee komt op de helling, hoe sneller die zal bewegen. Dus aangezien de snelheid niet constant is, is het geen eenparig rechtlijnige beweging. Een biljartbal die over een heel gladde tafel rolt, ja, een biljartbal als er geen effect op zit, dan gaat die rechtdoor. En ja, die zal een constante snelheid hebben, want met een heel gladde tafel wordt er bedoeld dat er geen wrijving is, of heel weinig, dus dat zal ongeveer een ERB zijn. Een valschermspringer, een vrije val, die valschermspringer die springt recht naar beneden, dus ja, op een rechte baan. Maar zijn snelheid is niet constant. Het is wel zo, na een tijdje zal hij wel zijn maximale snelheid bereiken. Want hoe lager hij komt, hoe sneller hij ook zal gaan. Maar op een bepaald moment is de wrijvingsweerstand zo groot, dat zijn snelheid wel ongeveer constant zal blijven. Maar algemeen gezien, dat we zeggen dat zijn snelheid niet constant is, dus dat we niet te maken hebben met een ERB. Een puck van een ijshockey tussen twee slagen. Ja, dat beweegt op een rechte baan en een ijsbaan is zodanig glad dat er bijna geen wrijving is, dus dat we kunnen stellen dat dat eigenlijk wel met een constante snelheid beweegt en dat we dus te maken hebben met een ERB. Naast de ERB hebben we ook nog veranderlijke bewegingen. Dat betekent dat de vector, de snelheidsvector, niet constant is. Een eerste type van een veranderlijke beweging is specifiek de eenparig cirkelvormige beweging, of ECB. Eenparig, dat betekent dat de grootte van de snelheid constant is. Maar waarom is het dan een veranderlijke beweging? Dat wel, omdat de zin verandert en omdat ook de richting verandert. En je ziet dat op de figuur helemaal rechts. Dus die auto rijdt hier in een cirkelvorm, bijvoorbeeld op een rondpunt. En je ziet dat de grootte van elke vector die getekend is op de auto even lang is. Dus de grootte blijft constant. Maar de richting die verandert. Bijvoorbeeld op de linkerauto is de richting verticaal. Op de bovenste auto is de richting horizontaal. En de zin die verandert ook. Want de bovenste auto die gaat naar rechts. En de onderste auto die gaat naar links. Dus een eenparig cirkelvormige beweging. Dat heb je dus bij een cirkelvormige beweging. Maar wel bij een constante snelheid. En ook zoals eerder aangehaald, heb je nog een veranderlijke rechtlijnige beweging die we gaan bekijken. Dus wel op een rechte lijn, maar de grootte van de snelheid zal veranderen. Het zal versnellen of zal vertragen. In deze video gaan we eens kijken welke soorten bewegingen de onderstaande auto's maken. Als we kijken naar de eerste auto, de witte auto, dan zien we dat er daar geen enkele snelheidsvector getekend staat. Dat betekent dat die auto dus ook geen snelheid heeft. Die staat dus stil. We zeggen dat de auto in de rust is. Dus de auto is in de rust. Bij de tweede auto zien we dat er een snelheidsvector getekend staat, maar die is niet overal gelijk. De lengte van de vector vergroot. Dat betekent dat de auto altijd sneller en sneller en sneller gaat. We hebben hier te maken met een versnelling. Dus het is een veranderlijke beweging en meer specifiek is het een versnelling. Bij de derde auto zien we dat de snelheidsvector altijd constant is. De grootte is constant, de richting verandert niet, de zin verandert niet. Dus de auto beweegt op een rechte lijn, dus dat is duidelijk een ERB. Een eenparig rechtlijnige beweging. Bij de laatste auto zien we dat de auto ook altijd op een rechte lijn beweegt. Maar de lengte van de snelheidsvector verandert ook weer. Dus het is ook weer een veranderlijke beweging.
En de snelheidsvector verkleint altijd maar. Dat betekent dat de auto eigenlijk aan het vertragen is, dus we hebben hier te maken met een vertraging. Dus merk op dat in het bovenstaande voorbeeld is de richting, de zin en het aanrijpingspunt van alle snelheidsfactoren eigenlijk hetzelfde blijft. Het zijn allemaal rechtlijnige bewegingen. In deze laatste oefening gaan we de snelheidsvector tekenen voor deze looping. We gaan de snelheidsvector tekenen op het eerste, het middelste en het laatste karretje. Als ik de snelheidsvector wil tekenen op het eerste karretje, dan is mijn aanrijpingspunt van mijn vector natuurlijk het eerste karretje. Ik ga mijn lat nemen, want de snelheid is eigenlijk altijd een vector is altijd een rechte pijl. En ik probeer mijn lat zo te leggen zodat ik raak eigenlijk aan de looping. Dus als ik hier de snelheidsvector moet tekenen, dan is het eigenlijk schuin links naar beneden. En ik ga de vector ook benoemen, kleine letter v van velocity, het eerste karretje en een vector duwt je aan met een pijltje erboven. Dan ga ik mijn snelheidsvector tekenen op het middelste karretje. Dan is het aanrijpingspunt van mijn snelheidsvector natuurlijk het middelste karretje. Dan zal ik mijn lat draaien, zodat ik eigenlijk raak aan de looping. Dus ik probeer eigenlijk te raken aan de looping, dus het zal zoiets zijn. En wat ik heel belangrijk, waar ik op moet letten, is dat mijn snelheidsvector eigenlijk even lang is als deze van het eerste karretje. Want de karretjes hangen allemaal aan elkaar vast, dus de snelheid van elk karretje is even groot. Dus dit is hier mijn snelheid van het vierde of het middelste karretje. En dan als snelheidsvector tekenen op het laatste karretje, dan is mijn aanrijpingspunt natuurlijk het laatste karretje. En die snelheidsvector zal bijna verticaal zijn. Dus ik probeer ook meer mijn lat te leggen zodat ik raak aan de looping. Dat zal ongeveer zoiets zijn. En ik zorg ervoor, heel belangrijk, dat de lengte van mijn snelheidsvector even lang is als de eerste twee. Want nog eens, de karretjes hangen aan elkaar vast en hebben dus allemaal dezelfde snelheid. Dus de lengte van de vectors moeten allemaal hetzelfde zijn. Dus dit is karretje 7. We zouden deze beweging. Je ziet als op de foto dat het geen perfecte cirkel is, maar we zouden deze beweging kunnen benaderen door een ECB, een eenparig cirkelvormige beweging. Eenparig omdat de grootte van de snelheid ongeveer constant is. Dus dit is ongeveer een ECB.